Dat zijn absoluut namen in Italië. Hè. Luigi was een van de hoofdrolspelers in Amedeo Gioventù. Donatella heeft het laatste rolletje was in de film van Woody Allen. Over de film in Rome, From Rome with Love. Ze heeft veel films van Marco Bellocchio gespeeld, met Giuseppe Tornatore, met, ja, ze heeft een heel palmarès ook als actrice. En ze zijn toch wel behoorlijke sterren in Italië. Maar dat was op zich niet het doel. De casting komt vanuit het feit dat het een Italiaanse familie is. En we hebben natuurlijk nog heel veel Italianen hier in België, maar ja, die spreken soms toch Italiaans of minder Italiaans als wij denken. En voilà, dus om de geloofwaardigheid echt te creëren, was het bijna de logica zelf dat we met een Italiaanse cast gingen werken. Ja. Laat zeggen, het liedje Marina is effectief wereldwijd bekend, hè? Dus dat is absoluut zo. Maar wanneer je naar Italië gaat en zegt tegen een gewoon Italiaan op straat ik moet u de groeten doen van Rocco Granata, dan is de kans dat die meneer of die mevrouw zegt wie is dat zeer groot. He, dus ik denk dat alles in het leven is relatief. He. En dus ik ga zeker niet beweren dat Rocco gekend is in heel Italië, he, maar dat hij natuurlijk met Marina destijds een wereldhit heeft gescoord, dat wisten we al. Maar ik vind het belangrijker in dit geval dat wat hij heeft gedaan en wat hij als jongen heeft meegemaakt. En ja, het gevecht om toch proberen iemand te zijn op een andere plaats en zich te integreren. En tegelijkertijd ook daarmee heeft geworsteld, dat vind ik interessant.